Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie heeft 11 filmpjes met digitale verkeerslessen overhandigd aan Daniela Rosario, de vertegenwoordiger van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De lesjes zijn eigenlijk al, zoals we kennen, verkeer hebben we al in ons curriculum. In de vijfde klas, of tenminste leerjaar 7, zitten dus al verkeerslessen in het curriculum. Dus deze lesjes of deze video's zullen dus ook eigenlijk tijdens die lessen gebruikt worden. Maar omdat ze digitaal zijn en eigenlijk op elk moment zichtbaar zijn, hoef je het niet te beperken tot de klas alleen. En dan kan je het dus ook op andere momenten, andere tijdstippen ook laten zien. Dus bijvoorbeeld gewoon tijdens wanneer we bijvoorbeeld het programma van school-tv hebben, dan wordt het uitgezonden tijdens school-tv als we gaan praten over verkeer. Maar ook gewoon een kind kan gewoon naar de televisie kijken en als er een samenwerking is bijvoorbeeld met het CDS, dat het wordt uitgezonden en dan hebben we op dat moment een filmpje over verkeer. Dus op die manier zullen dus de lessen gebruikt worden, want we hebben nu meer mogelijkheden. Daarnet hebben we inderdaad een kleine ceremonie gehad waarbij we het ministerie met haar werkarm Korps Politie Suriname, afdeling verkeer, hebben we 11 korte videofilmpjes overhandigd aan mevrouw Rosario, die de minister van Onderwijs vertegenwoordigt. Zodat ze deze video's kunnen gebruiken als voorlichting, als lessen naar de kinderen vanaf de vijfde klas. Van waar het initiatief? Nou, kijk, we hebben het daarnet uitgelegd. Voor COVID ging de afdeling verkeer verkeerslessen verzorgen op de scholen. We hadden ook het project verkeersbrigadiertjes. Dat is komen weg te vallen. Om dat enigszins op te vangen, zijn deze video's vervaardigd. We hebben een vijftal projecten lopen. Die we met de IDB doen. Eén van ze is huiselijk geweld, dit is een tweede. We hebben ook een groter verkeersproject lopen, een breder verkeersproject lopen. Maar dat project moet nog geschreven worden. Er is al wel toestemming gevraagd van de OI, omdat het ministerie moet dan worden meegenomen in die budgetallocatie.